Mijn naam is Johan Seepman van de schipper-eigenaar van de Garnale Quattro al 5. En samen met mijn broer vorm ik de bemanning van dit schip. We kunnen het met twee man aan. En hoe groter, hoe duurder en hoe meer onderhoud. En dus eigenlijk denk ik dat dit best wel een duurzaam schip is. Wij vissen eigenlijk altijd op de Noordzee. De Schelling, Ameland, Schiermonnikoog. Dat zijn onze wateren eigenlijk. We zijn al bezig met ontwikkelingen van een vistuig en net, en maar ook met klossenpees. Maar het duurzame sowieso al, dat we eigenlijk altijd al het hele jaar rond met een safenet vissen. Dat deden we altijd al. Dat proberen we nou dus gewoon verder te ontwikkelen. Dat we dus nog steeds minder bijvangsten vangen, zeg maar. Dus een anderhalf jaar geleden was er via Centenova een oproep van het SBIR-programma. En dat ging over biodiversiteit. En daar hebben we een plan op ingeschreven en dat is eigenlijk gehonoreerd. Vanuit daar zijn we begonnen met experimenteren. Totdat we wat we nu ongeveer hebben, en dat is eigenlijk de Sea Wing. En we hebben nu denk ik een vistuig zoals wij denken dat het eruit moet zien, ook voor de toekomst. Gebaseerd eigenlijk op de vleugel van een Formule 1 auto, dus dat model eigenlijk en twee wielen. Daarmee creëren we gewoon een stukje downforce, waarmee de tuigen heel mooi over de grond loopt. En zodoende, door die druk naar beneden, kun je ook gewoon met een veel lichter tuig gaan vissen, zeg maar. Want het gaat toch, door natuurlijke krachten gaat het gewoon naar de bodem. En de wielen die raken aan de bodem en die rijden gewoon mooi over de bodem heen, heel keurig. Dat kunnen we ook, onderwaterbeelden hebben we daarvan. En dat is de bodemberoering, wat er dan nog is, dat is eigenlijk dat is praktisch niks meer. We hadden eigenlijk drie opdrachten. Dat was brandstofbesparing, minder bodemberoering en de bijvangst moest eigenlijk terug. Dat was eigenlijk de opdracht in het geheel. Nou, denk ik dat we daar behoorlijk in geslaagd zijn. En ik hoop eigenlijk dat we, zoals het nu staat, dat we voor de zomer een productievistuig op de markt kunnen brengen.